Ik ben hier bij de Meervaart om live verslag te doen van de première van Expeditie Eiland. Nou ja, live, ik moet zo live spelen, maar die gaat gebeuren. Dennis wil ik een zweet. Ah, nee, ik ben helemaal, zit helemaal in de stress, joh. Ik weet even wat ik moet doen. Wie speel jij vandaag? Vandaag speel ik Ruud Salomons, de presentator. Nee, voor wie? Ruud wordt uiteraard gespeeld door Joey Schalker. Ja. Voor wie? Ik speel vandaag voor mijn vader en mijn moeder. Twee lieve vriendinnetjes, Lisa en Barbara. En voor gewoon de hele zaal, eigenlijk. Prachtig. Dames en heren, Dennis Willekens. Jij fluit dit keer niet, van angst? Nee, ik heb net al gefloten, maar ik heb een dropje in mijn mond. Oh, dus nou gaat het niet. Nou, ik kan wel proberen, hoor. Joe is hier ontzettend goed uit. Ja, dank je. Ik heb vast een première uitgedaan. Nee. Raak dit ook mijn première uit. Ja. Vind je boek ietsje chic? Ja. Heel mooi. John, kun jij je eerste première nog herinneren die je ooit gedaan hebt? Dat zal in 1862 zijn geweest. Ja. Was volgens mij een klassieker, tenminste dat moet een klassieker geweest zijn. Na mijn studie was mijn eerste première met de Vliegende Panthers. Ja, ja. Dat is zo'n clubje wat ik ooit heb gehad, heel lang geleden. En ik merk dat niemand dat weer echt kent. Ja, wat verwacht je dat het publiek gaat vinden? Nou, volgens mij kan het niet anders dat een publiek gewoon een leuke voorstelling ziet. Dat kan niet anders. Je kan er een hoop over zeggen. Het is geen Shakespeare, het is geen Brecht, het is geen Tineke Schouten, het is gewoon Expeditie Eiland. En als wij het goed doen, Joey, dan hebben ze een hele leuke middag. Ik denk het ook. Daar geloof ik helemaal niet van. Hier liggen alle toitootjes. Er zijn best wel veel mensen die aan de instructie meewerken. Ja, het is ongelooflijk. Dit is mijn toitje. Ik heb voor iedereen een kaartje met een vroedelpoppetje. Die heb ik in de voorstelling namelijk al. Jip! Jij doet het fantastisch altijd. Ja. Je hebt het fantastisch. Je bent nog even bezig met je toys. Ik ben nog even aan het fabriceren, maar het komt goed. Dat wordt heel leuk. Ja. Er worden hier live toitjes uitgedeeld, mensen. Er worden live toitjes uitgedeeld. Joep. Wat wil je erover zeggen? Ja. Oh, een stressbanaan voor Joey. Een stressbanaan? Als je maar wil lekker knijpen. Hey, hoe is het met jullie? Goed. Heb je nog wat in je mond? Ik heb voor de show. Rutger, heb je goed voorbereid deze voorstelling? Zo goed mogelijk. Het is een pianoconcert. Ja. Het heet Vocal Warm Up. Vocal Warm Up, Expeditie Eiland. Oké, maar waar heb je inspiratie vandaan gehaald? Palmbomen. Nou, de takken van de palmbomen zie ik als de toets van de piano. Vind ik heel mooi. Koop nu je tickets. Of kom kijken naar Expeditie Eiland. Daar zit deze man in. Lali loli lali loli. Kelly, we hebben hier jouw make-up koffer. Kun je mij vertellen wat je ze al doet met qua make-up? Ja, af en toe schuur ik even mijn laagste af. Ja. En dan heb ik zo al eyeliner zet ik ook af en toe. Zet je er goed en stevig op, zie ik. Ja, zeker. Ja, moet ook, hè. Moet gewoon blijven zitten. Het is natuurlijk om rekenkieten te repareren. Daar kan ik het Limonade. Dit is Expeditie Eiland. Ja, ook zie je dat Dennis zich... Nee, ik ben net uit. Lijkt uw week zich voort te slepen? Mag het weekend in geluid? Nou, dat heb ik goed begrepen. De zak onderuit en adem uit. Iets lager opkomst voor een première, hoor. Ik doe aan vermaakvoorziening. Met gespannen zenuwachten. En we zijn nog niet eens gestart. Wat ik doe voelt zo krampachtig. Diep in mijn hart blijf ik verward. Mijn naam is Ruud Salomons. Camera. Yes. En actie. En we hebben nog heel even. Jip, echt angst van. Mag je? Echt leuk. Maar we gaan het gewoon doen. Eerste acte gehad. Publiek is top. Laaiend. Leuk en enthousiast. Ja, we zijn benieuwd. Ik heb enorm gelachen. Hi. Hi. Sorry dat ik er zo bij zit. Misschien kan ik precies dat zo. Is beter zo. Er wordt enorm gelachen. Ja. En we krijgen veel reactie. Volgens mij vindt de zaal het hartstikke leuk. Ik laat dat niet. Zo, Martin. Hij heeft het. Eerste acte gehad. Martin, eerste acte gehad. En? Hey Joey, leuk dat je vraagt.
Ja. Nee, het gaat heel goed. Het, ja, het is altijd spannend, zo'n première, maar het publiek reageert goed en dit is heel lekker en ze lachen heel veel, vooral Dennis. So oké, er zitten meer mensen hier, hè? En Joey is goed, hè? Wie? Ik zeg maar. Ja, doe. Oh, nee. Première is geweest, wel, zit erop, jongens! Ja! Oh, en dat ziet iedereen er heerlijk uit! Welkom van Houten erbij, jongens, mooie dingen. Zijn jullie tevreden? Yes! Oh, hier ben ik. We gaan naar het trapmoment. Ja, we gaan een biertje drinken. En eerst even van de trap. Voor de pers en zo, dat is altijd leuk. Lopend, hè? Voor de familie vooral. Dames. Hallo. Mooi, knap uit. Ja, dank je. Kijk, helemaal in stijl, want ik heb visjes op mijn blouse. Visjes. En palmbomen op mijn strik. En mijn pochet. Dit zijn mijn lieve gasten, vrienden en familie. Jongens, wat vonden jullie ervan? Te gek! Ja, leuk? Zeker wel.